Een van de dingen die ook meegenomen moet worden hierbij is een fundamentele discussie als inderdaad die basisverzekering bij verzekeringsmaatschappijen moet blijven. Omdat ik weet dat dat organisaties zijn die denken en handelen vanuit een winstoogmerk. Ze hebben geen sociaal gezicht, terwijl een staatsziekenfonds, zonder dat ik staatsziekenfonds hier bepleit, maar dat we een organisatie moeten hebben die voelt voor die samenleving en die weet wat de noden van die samenleving zijn. En niet met gelden, premiegelden int en 3 maanden lang wacht totdat het geld ontwaard is om dan achteraf die ziekenhuizen te betalen terwijl alle kosten marktconform zijn en die ziekenhuizen niet uitkomen. Misschien moeten we die discussie gaan stellen en inderdaad zeggen van luister, desnoods maar alle patiënten maar overhevelen naar het staatsziekenfonds of welk fonds dan ook. Maar dit kan niet zo doorgaan, voorzitter, omdat die samenleving de dupe wordt van deze wijze van handelen van verzekeringsmaatschappijen. Dank u wel.